Mijn beste vrienden Paramaribo groet u met een bigi barasa, straight from the heart. Yes. Maar ik ben heel even weg geweest en er hebben heel veel mensen allerlei dingen gevraagd. En ik wil jullie bedanken dat jullie zoveel aandacht aan mij hebben geschonken. Het was maar even en ik ben terug. Jazeker, het was druk hier en de buurvrouw was bezig met het aanleggen van haar security. En dat was een heleboel gestamp en gebreek en gedoe. Ik kon u dat niet aandoen om dat als achtergrond te gebruiken. Maar goed, hier ben ik weer. Weet je, ik wil het met je hebben over ons Nationaal Diaspora Elftal. Hé, hey, u weet, ik ben een voetbalfan. En ik kom uit de tijd van Pelé, Fafa, Didi, Gilmar, Garincha, Rivelinho, Tostão, Socrates. Mijn Barry. Hey, echt een voetballiefhebber. En het ging niet goed met het Surinaamse voetbal. Nog steeds is het niet super. Maar met de komst van Dean Goré, ja, de splinternieuwe bondscoach, is er al heel wat bereikt. Zo kan je zeggen dat een amateurploeg uit Suriname, een ploeg met heel veel economische en sociale problemen, het toch maar heeft voor elkaar gebokst om in de voorronde te staan van de wereldkampioenschappen. En morgen, woensdag, dan spelen ze tegen Cayman Island. En daarvan wil ik u het volgende zeggen. Kijk, ik heb sympathie voor Cayman Island, want ik ben er geweest als verteller. Hè? Die storyteller reist overal naartoe. Fantastisch land. Hun sport wordt goed uitgevoerd met allerlei voorzieningen en zo. Dat is ook heel geweldig. Maar we hebben een bondscoach. Een bondscoach die rust uitstraalt. En ik denk dat die rust overgaat op de spelers. Dat hebben we gemerkt. En dat hij kan waarmaken wat hij zegt. Want wat zegt Dean Goré? Letterlijk, het is bijzonder, hij zegt: ik heb gehuild, ik heb gelachen, ik heb een missie en ik heb een droom. Hé, kijk. Deze zaken zijn essentieel voor een winnaar. Dus power. Dean, power. En het hele nationaal diaspora elftal van Suriname wens ik ook heel veel power toe. Win. Als ik zo kijk, dan zou het best kunnen zijn dat jullie uit de bus komen met 5-1. En dat ene tegendoelpunt, dat zou dan een defensiefout van Suriname zijn. Niet een slimme move van de spits van Cayman Island. Dus, beste vrienden. Wij hopen op het beste, omdat de spelers en de coach ook het beste willen. De leuze die ze hanteren, Bribi Nakrakti, dat komt heel ergens anders vandaan en daar wil ik het echt even niet over hebben. Want Bribi wint geen wedstrijden, dat hebt u kunnen zien.
En het is nog nooit gebeurd dat Bribi weer een wedstrijd. Zijn we naar wedstrijd? Naar techniek. Een ploeg die een ploeg is, wil werken en gaat voor de overwinning. Beste vrienden. Ik wens Suriname en elke Surinamer een geweldige wedstrijd toe. En een winst toe. En een brasa toe. Want als er één ding is dat sport doet. Sport verbroedert. Tega brasa. Yes.